Ik heet Lucas de Jonge. Wij zijn hier in het Haresdorpje bij het viswater. Ik ben Colin Kopal. Stef Kuipers. Ja, ongeveer 2,5 jaar. En ja, het is gewoon een superleuke sport. En je kan veel vangen en dat geeft gewoon een kick. Vissen is een ideaal sport. En ja, je kan eigenlijk gewoon zitten als je stoel bij hebt en dan wachten tot je vis hebt. Nou, als je een vis hebt, dan dat geeft gewoon een kick. En ja, het is gewoon leuk. Nou, ja, het is leuk en als je een vis hebt, dan word je wel blij. Kartertje. Ik denk een jaartje. Als je op grote gaat, 3, 4, 5. Als je op kleine visjes gaat, 10, 15. Bij mijn opa en het vissen is leuk omdat het je een kick geeft. Karper, spiegelkarper, voren. Mijn opa is Harry en hij woont in Oosterwijk. Ja, jawel, alleen die vindt vissen niet zo leuk. Ik heb hier mijn koffer en dit zijn mijn dit is een dobber, die gebruik ik ook heel veel. En ja, ik heb hier ook nog powerbait voor op vakantie en natuurlijk de vispas van 2000. Ja, ik krijg nog een nieuwe. En ik heb nog waar hier lokka's in kan en hier zijn angeltjes en deze schaar. En dit is nog draad, maar dat is niet zo sterk. En ja, dit hier zijn, hier zit bollies in. Hier zitten bollies in. Dit is, ja, gewoon vlees. Vleesbollie. En dit is, ja, een beetje waar pitten in zitten van de vogels. Dit is mijn schaartje, voor als, want die moet je altijd mee hebben. Want als je dan ineens een snoeker aan hebt zitten en die kan zo je vinger afbijten. En dat wil je natuurlijk niet, dus dan heb je een tangetje nodig voor de haak eruit te halen. Ik heb hier een bolly en die kun je heel gemakkelijk opeten. Het is gewoon kauwgomsmaak. En ja, die kun je gewoon eten. Ik vind het heel lekker. Een kartertje. Ik denk een jaartje. Ik denk deze niet. De vispas kun je aanvragen bij gewoon een viswinkel waar je al de hengels kan halen en het voer. En ja, die kun je gewoon aanvragen en dan komt er elk jaar een nieuwe vispas.